wat gebeurt je direct? Nou, hier komt meisje Jan. Wat zei je? Die komt straks hier en die giet dan over de rode loper en dan komt hij op het podium. Meester Jan! Meester Jan! Meester Jan! Meester Jan! Waarom doe je hem dat van meester Jan? Dat hij het voor het laatst is. Ja. Echt voor het laatst? Ja. Het is een trapklekker. En wat ging hem voor meester Jan dwaan? Jongen. Hoi. Hallo. Ik ben Grutte Vreun, die staan alle kleer. Meester Jan. Hey. Jongen. Schitterend. Nou, al ik de trekker bij. Ja. Nou, dat is weer een complete verrassing, hè? We kwamen aanrijden en dan alle bijen en de trekkerkens mooi en dan, het voelt heerlijk dan dat je bij zo'n ploeg binnen te komen. Wat een verrassing. Ja, geweldig. Meester Jan. Loper. Die luidt kleer. Meester Jan. Jongens. Meester Jan. En wat heb je met trekkers? Ja, hobby, hè? Hobby. Grut worden op een limbedrijf en toen de hobby wat trots had. Dat waren thuis een stukje fjouwer, vijf oude trekkers, oldtimer trekkers. En dat vertaalt zich naar de band, heb ik een eigen trekker. Maar een van de ouders had zijn eigen oldtimer trekker, die zorgen weer achter me staan. Ik al mijn om. En dan treft dat ik nog even precies de goede snaar. Hè? De hele organisatie, ik nog, mijn collega Jean, die koorleden vregen om ik nog om mijn hoeken te komen. Nou, dat we al helemaal werd de mullen van hier bevalt. Meester Jan! De man! Hey! Ja, het is goed voor het laatst. Definitief voor het laatst. Officiële contract is 1 januari is ontbond, maar Joet is dan echt de laatste dag en dan de laatste dag ik viel me Joet nog een beetje in functie, maar het is wel definitief het laatst en een afsluiten van een hele periode, 36 jaar in het onderwijs. Meester Jan is oké. Hoe viel dat nou om op te horen? Wennen, hoe zou wennen? Ik ben al 2-3 weken, dus echt eruit. Maar nog net een dag is voorbij gegaan zonder dat ik net mijn hol op squalle weer. En dan denk ik, hoe zou het gaan? Er zijn misschien wel wat vervangingen nodig, wat griep, wat invallen. Hoe is het wel goed regelen? En wie hebben ze daar nou voor vregen? En is dat al wel goed voor mekaar? Dus het let je nog net los, hè? Dat is, nee, zo gaat het nog niet. Ik neem aan dat maar wat tijd nodig heeft. Geweldig. Mooi, no? Ja. Ja. Mis je de benen nou? Ik hoor die. Ja, zeker. Vooral die praatjes dat ze even langskomen. En die vertelde even hoe ze in het aquarium en werden en verteld over de pony. En prachtig mooi en contact met die benen, dat is zo verschrikkelijk. Ja, dat is er nou dus net meer. Ja, mis ik wel. Ja, eerlijk zijn. Ja, dat is list. Jan, hij is nu mijn pensioen en wij zullen hem missen. Hij is uw kampioen. Geweldig. Goedemorgen. Een zinnenbril op. Ja, en het vriest haast. Ja, als je er zin in. Ja. Mag ik die even vregen? Ja. Wat is dan wel? Ik ben de appelbeer aan het snoeien. Dit is al je appelbeer?
Nou, die achterste is een appelweer met deze. Wat hebben hier een mooi plakje staan in het dorp. Ja, dus Jochie hier op alles ziet. Ja. En is hier al lang? 24 jaar. Dat is wel heel lang, ja. Ja. En ben die appelweermpjes ik al zo? Nee, die achterste wel. Die zit hier al van nou dat we hier wenen, maar al jeder. Maar dit is hem in de mei. Ja. En wat doet? Ik ben verpleegkundige. Een gurkje in Revalidatie Friesland, een beetje zwerg. Op een benafdeling. Met de benafdeling, hoe oud ben je ben? Van 0 tot 18. En wat maakt er dan denken? Wat van, ja, want het, van alles. Deze zwerg is revalidatie. Dus. Ja, dat is revalidatie na een ongeval of na een ziekte. Of gewoon na een operatie, omdat het orthopedisch nodig weer. Van alles eigenlijk. Ja. En is dat dan een specifieke groep of? Nee, alleen nog maar, we hebben maar één jongerenafdeling binnen de Revalidatie Friesland. Die is 14 bedden, grut, dus dat is, nee, het is die specifieke groep. Dus het is een hele variabele groep. En is dat zwier werk? Soms. Mijn dochter gaat met mij, je bent zelf ook ouder. En ja, soms is het wel zwier werk, soms is het wel pittig. Maar het is gewoon een heel mooi vak, omdat de jongeren wel de drie weer oppakken, just. En dat is heel mooi. Ja.